Laten we ons afstemmen op de natural law, de innerlijke waarheid. Blijf trouw aan jezelf, hoe moeilijk dat soms ook is. Maak je onafhankelijk van kritiek en waardering. Stap uit de angst. Dat zijn grote, grote thema's, maar het kan echt. Ik werk al 20 jaar als spiritueel life coach en het kan echt. Heel veel mensen die bij mij geweest zijn, die kiezen voor zichzelf en die maken mooie stappen en die leven hun echte bestemming. Nou, en dus een prachtige kaart die ik nu trek. Dus deze. Kiba moment nummer 17. Even zo doen. Ja, Kiba moment nummer 17. En prachtig. De tekst is, je verstand wil veiligheid en zekerheid. Het rationele deel van je verstand is, daar is ook op zich niks mis mee, maar het is je ego, die wil veiligheid en zekerheid. En je ziel wil groei en ontwikkeling. En een van mijn favoriete uitspraken is, wat wordt er mogelijk als jij je verlangen groter laat zijn dan je angst? Dit is een van mijn favoriete uitspraken. Die ik heel vaak gebruik. Want het is ook heel erg belangrijk dat je niet in de valkuil stapt. Dat je denkt dat angst jouw blokkades zijn. Want dat zie ik ook steeds meer. Zeker de mensen die mij volgen. Jullie zijn bewust geworden. Omdat je altijd bereid bent geweest naar je blokkades te kijken. Niemand anders daar de schuld van gaf. Je angsten te overwinnen. En dat is nu ook je valkuil. Is ook mijn valkuil geweest. Want elke keer als ik dan angst voelde voor de volgende stap. En nou dacht ik, oh, ik moet nog weer een blokkade oplossen. Dat is ook een heel mooi verhaal wat ik in mijn boek schrijf over de vijven. Nou, kom wel een ander keertje op. Het is zo verleidelijk om dan bij angst te denken. Oh, of als het iets niet lukt. Oh, ik heb vast nog blokkades in het verleden. Ook daarin hebben we echt een kwantumsprong te maken. Het is nu echt bijna nooit meer nodig om in je verleden te graven. Soms is het, wat ik nu heel vaak doe in opstelling, is dat je even zicht krijgt op wat er in jouw familie van herkomst, jouw voorouderveld gebeurt. Maar niet meer om daarin te graven en blokkades op te lossen, maar om het aan te kijken en alles, het goede en het slechte, te nemen. Dat stroomt allemaal vanuit het voorouderveld. Stroomt in jou. En daar mag jij de toekomst mee ingaan. Op het moment dat wij nu blijven hangen in het oplossen van blokkades, dan zet je jezelf dus vast in de matrix. Dan kom je in die loops, in die loops, in die loops. En dan, iedereen kent het wel. Ja, dan kom ik mijn probleem weer tegen. Ik dacht dat ik het had opgelost. Ja, dan zit je in een loop, in een loop. En stap dan nu niet meer in de valkuil. Om dan te denken, oh, dan moet ik weer aan mezelf gaan werken. Nee, doe dat niet. Wees je bewust, oh, dan zit ik weer in een loop. Ik stap eruit. Ik laat mijn verlangen groter zijn dan mijn angst. Ik laat mijn innerlijke waarheid groter zijn dan mijn angst. Ik laat mijn licht groter zijn dan mijn angst. Wij zijn spirituele wezens. Wij hoeven ons niet te laten leiden door angst. Dus dan stap je eruit. Dus ga niet meer graven in blokkades. Dat hebben we wel gehad. Zeker als je al heel veel hebt gedaan. Die mensen die nog op het pad van bewustwording zitten, die moeten vaak nog blokkades oplossen. Maar als jij mij nu volgt, dan heb je heel veel gedaan. Dat weet ik zeker. En stop ermee met denken dat je niet goed genoeg bent en dat je nog weer blokkades moet oplossen. Stap in je licht. Stap in je innerlijke waarheid. Stap in je verlangen. En ga door. Graven in het verleden zet je vast in de matrix. En dan blijf je in die loops, in die loops, in die loop zitten. En dan mogen we uit.